allemaal echt al die geweldige truien. Maar ik vind het wel gewoon grappig om te testen. Shortjes kan het dus altijd wel. Werkend, hè, Molly? Hemel? Wat is een werk, hoor? Ja, het is op zich wel prima. Ja, het is ook niet de bedoeling tijdens het toetsen dat je een ijsje gaat eten. De vos is een sluw dier. Bij de gezinssamenstelling. Dit proeven. Dingen gaan uitzoeken zoals deze bak. Dan vult het wat beter. Het wordt toch weer vies. Geweldig, zeg. Het ziet er eigenlijk... Als ik dit zie... You told me out. En geniet van het leven. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb net de vorige afgesloten op een dinsdag, omdat hij al 50 minuten lang duurde. Dus ik begin nu weer opnieuw. Dus welkom bij een nieuwe weekvlog. Kijk, ze staan best wel goed daar. Ik ga hier lekker een roerbakje van maken. Helaas geen biologisch vlees, want dat hadden ze niet bij de buurtsupermarkt. Maar lekker. En ik eet even wat groene olijfjes tussendoor. Geen venkel doorgaan, leek me toch niet zo lekker. Ik had er maar heel weinig bonen, 130 gram, dus dat is super weinig. Maar ik doe er toch geen rijst bij. Dus dit is super caloriearm, koolhydraatarm en gezond. En dit ga ik gewoon zo los eten. En dan een derde hiervan. Trouwens maar één pot gebruikt. En ik kruim er nog even een bouillonblokje eroverheen voor wat smaak. Ik doe maar wat er. Beetje een vaag gerecht, maar best wel lekker vind ik. Bon appetit toch. Dinsdag. Woensdag, ik ben vandaag vrij. En Sean komt zo. We gaan weer even samen lekker fietsen buiten. Dat is het eigenlijk. Verder ben ik een beetje aan het rommelen thuis. En ben ik gewoon helemaal blij. Nog steeds en happy. Vanochtend lekker sap gedronken. Nu het restje van gisteren aan het opwarmen, wat ik nu even snel kan eten. Ik had er geen spinazie door gedaan, maar aardbeien. Dus echt een zoet sap. Echt super lekker. En ik heb heel veel zin in het restje eten gisteren. Ik heb heel veel honger. Het is nu... kwart over 1 en ik heb dus alleen wat sap gedronken. Ik probeerde zo lang mogelijk te doen op sap en als ik dan trek krijg ga ik gewoon eten. Dus ik ga nu heerlijk goed eten. Het was echt hartstikke lekker. Verder heb ik echt zin om weer lekker te gaan opmaken en zo. Maar ik denk ja, als ik de hele dag buiten zit dan ga ik echt niet dingen op mijn spul op mijn gezicht smeren. Dus vanochtend heb ik trouwens echt ruim een uur gewoon plat op bed gelegen in de zon. Heel lekker tussen 8:30 of 9 of zo. En 11, ik weet niet of 2 uur lang zoiets. Kan ik dus gewoon vol zonne op mijn bed. Echt heerlijk. En ik ga nog even GTST kijken. Tot Sean komt. Verder was ik boven bezig met de kleren voor Combat. En ja, lekker mijn dingen aan doen. We zijn er bij de berg gefietst. En die zitten op het strand. En nu baal ik dat we niet snacks mee hebben en een deken. Ik heb wel deze Sean mee, maar die gaat heel erg pleizen. Dus daar wil ik niet op zitten. Kijk hoe ultimate chilling. Daar is Sean. Die een jasje aan heeft die ik ook in de webshop had. Super grappig. Maar niet uit mijn webshop. Kijk hoe lekker. Nee, niks mee. Het is gewoon zomer, joh. Ik gewoon zo te chillen. Het is wel echt heerlijk. We gaan nu weer weg, want het begint nu echt heel erg te waaien. En in Muiden minder, dus we gaan lekker naar Muiden. Lekker dagje. Dit voelt echt... Als je een vrije dag hebt, zeg maar, nu is het echt net vakantie. Ja, echt super chill. We'll be right back.
la la. Anderhalve meter afstand. Is ook een leuk sfeerbeeld. Je voelt me echt Enzo Knol. Die zou ook echt zo filmen. Het is alweer 6:08. Ik heb zo weinig gedaan vandaag. Bizar, maar wel echt ultiem genoten. Ik ben benieuwd of ik heb gefietst. Wow, ik ben nu echt moe. Helemaal gaar. Wat? Heerlijk trouwens met haarband te fietsen. Hoeveel heb ik nou uiteindelijk het laatste stuk gefietst? Oh, het laatste stuk was al 10 kilometer. Chill. En bij de berg is het ook bijna 10 in totaal. Dus ik heb weer bijna 20 kilometer gefietst vandaag. Hey boy, je mag er zo uit. Ik ging dus Sean wegbrengen. Weer mee fietsen helemaal naar Wees. Vanavond eet ik lekker dit. Dat heb ik echt heel erg veel zin in. Ik ga lekker even op de bank zitten en die salade eten. Het strand zaten trouwens, werd ik gebeld door een meisje uit mijn klas die ik gisteren ook buiten had gezien. Dus ik zei tegen Jean, oh joh, ik neem me gewoon op, waarom ook niet? Dus ik neem me op van, wat is er? Zegt ze, joh, ik wil heel graag een toneelstuk aan je laten zien. Ik kwam er een hele poppenkastvoorstelling, echt fantastisch. Dan denk ik, dat vind ik wel weer leuk aan thuiswerken. Ik bedoel, anders was dat nooit gebeurd, omdat ik nooit op die manier contact met de kids gehad. Ik vind het toch wel bijzonder. Zo leuk, dat je gewoon, dit is natuurlijk, normaal kan je natuurlijk niet je bellen of skypen of, ja. Dat is echt leuk. Dus ik kan me niet echt concentreren op casa. Er zijn altijd heel veel dingen die ik wil doen. Maar ik vind het ook wel lekker om even te relaxen. Ik ben maar eens eventjes bezig met de kleding van Comois bekijken. Ik heb net even alle truien. Een deel van alle truien op een stapel gegooid. En die ga ik even uitzoeken. En echt, het zijn zulke leuke dingen. Echt al die geweldige truien. Ik ben zo blij dat ze weer terug zijn. Ja, het is dus nu niet het seizoen ervoor. Maar ik heb vet veel vragen gehad ook nog naar deze. En ja, ik had hem niet meer. Hij lag bij en haar. En nu zie je hier weer ook deze. Oh, geweldig. Super mooie truien. Maar ja, hier is er maar eentje van. Hier is er maar eentje van. Goedemorgen. Je ziet het misschien niet op beeld, maar ik ben best wel een klein beetje, niet zo echt verbrand, maar wel heel rood. Dus ik moet me vanaf nu echt gaan insmeren. Het is hier al veel netter achteren. Alles netjes uitgezocht. Ik heb nu een sapje, appel, gember, aardbei en appelpeersap. Geen spinazie dus, nog niet van gisteren. Oh, ik heb trouwens dit gekregen. Ik heb bijna nooit meer wat opgestuurd, maar dit. Een deep line elixir. Reduce appearance of wrinkles and expression lines by up to 100%. Visible results in just 10 minutes. Effect lasts up to 8 hours. Ik vind het altijd een beetje eng, want dan beter zo'n tijdelijk je rimpels aan het wegwerken. Maar ik vind het wel gewoon grappig om te testen. Het trekt een soort van glad. Ik heb het zeg maar wel onder mijn ogen, waar ik dit zou kunnen testen, en bij mijn lip. Mijn lachrimpel zeg maar. Maar voor mijn voorhoofd, die rimpel zit gewoon echt in mijn hoofd gegraveerd, dus daar werkt het niet voor. En ik heb, maar ik weet niet of ik het echt wil, maar ik vond het wel. Ik denk dat veel, als je ouder bent, dat je het dan wel echt graag wil. Maar nu hoef ik het niet, maar ik vind het wel leuk om te testen. En de Lash and Brow Volumizer. Lashes and brows are 20% thicker in just 2 minutes. 40% thicker and 20% longer when used for 2 weeks. Conditions and hydrates lashes and brows. Ook voor lensdragers. Bij overplakking heb ik dus mijn wenkbrauw gedaan. Dat groeit gewoon niet meer aan. Dus hier ben ik wel benieuwd naar. Dus dit kan ik even gaan testen. Heb ik dus opgestuurd gekregen. Ik moet nog steeds al die scrunchies op de site zetten. Ik heb even mijn laptop hier gezet. Want ik ga nu douchen en klaarmaken. Over 40 minuten beginnen de Skype calls met kinderen voor 2 uur lang. Van 9:50 tot 12:10 heb ik Skype calls. Ook met even 20 minuten pauze tussendoor. Ik vond het wel heel leuk om naar mijn werk te gaan, maar ik heb zoveel te doen vandaag. Ik heb echt een megalijst gemaakt in huis. Dat ik denk, ja, blijf dan gewoon thuis. Dan kun je in al die korte 10 minuutjes steeds dingetjes doen. Plus ik moet echt 30 orders maken. Dus, en dan tussen 10:50 en 1
even niks. Of nou ja, werken. Of eventjes pauze houden. Om 1 uur instructie spelling. Die duurt denk ik een half uur. En dan om 3 uur moet ik met de moeder een groeidocument gaan invoeren via Skype. Wat echt heel lastig gaat worden. Maar ik steek wel tot 4 uur bezig. Dus ik werk sowieso wel niet. Dat ik tot 4 uur echt de hele tijd wel thuis moet zijn. En daarna, ik weet niet of ik vandaag ga fietsen. Ik denk dat ik vandaag eventjes met die haltertjes en zo een beetje ga sporten. Want ik merk wel echt dat ook al valt af. Mijn lichaam is echt flubber. Ondanks het fietsen ook gewoon. Dus dat een beetje. Ik wil eigenlijk een springtuil. Maar volgens mij heb ik dus in de klas een springtuil liggen die van mij is. In de mand. Maar om die nou helemaal te gaan halen vandaag. Wolly is vandaag veel rustiger omdat het minder zonnig is buiten. Terwijl het wel helemaal zonnig wordt vandaag. Maar het is nu nog helemaal bewolkt. Dan is hij dus meteen veel chiller. Hey, dus ik ga even douchen en aan de slag. Want ik vond dus een broekje terug in een tas. Blijkbaar ook nog uit de berging. Die ik dus paste na mijn sapkuur met papa. En ik dacht, ik zal nu wel niet meer passen. Want toen was ik heel erg dun. Maar hij zit dus nu veel wijder. Toen was ik echt best wel heel erg slank, vond ik zelf. Grappig dat ik nu dus even... Ik ben nu dus dunner dan toen. Na die sapkuur. Maar ik hoopte dus dat hij paste. Ik dacht, hij zou wel niet passen. Maar hij is eigenlijk net een beetje wijd. En ik kan hem wel net nog aan. Dus dat is wel heel leuk. Want ik heb helemaal geen shortjes volgens mij. En dit shortje vond ik zo fantastisch. Maar nu vind ik hem zelfs een beetje te groot en te breed staan. Maar het leuke is dat ik dus nooit met broeken dit kan dragen. Want ik dan had mijn buik hier zien. Maar met shortjes kan het dus altijd wel. Grappig, hè? Zo zie ik echt wel dat ik ben afgevallen, hoor. Als ik dit zo draag. Jammer dat hij dan net groot is, want hij is echt wel... Echt wel te groot. Kijk, echt zeker maat. Misschien wel 2. Maar ik vind het op zich altijd wel lekker. Maar daardoor maakt hij hier ook wel een beetje lomp. Maar ik kan hem wel dragen, ook met een riempje. Heb ik in ieder geval een shortje. Ik was zo verliefd op deze. Heb ik toen... Welk land was dat? Canarisch Eiland of zo. Weet ik even niet meer. Heb ik dit bij de Zara Sale gekocht. Ik vind hem zo leuk. Ik vond hem zo leuk. Dus die kan ik nog wel aan. Nou, wel leuk dat ik hem weer heb gevonden. Deze heerlijke mega trui. Maar het stinkt allemaal heel erg muf. Dus ik ga dat straks even met de was meedraaien. Maar... Nice. Ik stoot heel hard. Auw, mijn knie. Oké. Ik word er zo gek van dat mijn lenzen nooit goed zitten. Dat ik bij de oogarts ben geweest en bij de opticien. Dat het gewoon niet, dat ze niet weten waar het aan ligt. En dat ik dan eigenlijk nu elke dag pijn aan mijn ogen heb. Dat is gewoon niet normaal. Ik zie ook elke dag vlekken. Het zal mijn lenzen schoon zijn. Ik kan mijn oortjes trouwens niet vinden. Dus ik hoop dat het zo goed gaat. Nee, ik zie jou nog niet. Hallo, wat fijn dat je zo snel opneemt. Hé, hey, een appel. Ik heb ook net een appel gegeten, maar dan in een sapje. Wolly, sst. Maakt heel veel herrie. Sst. Dat werkt niet bij Wolly. Ik ga even hier zetten dat Wolly herrie maakt beneden. Maar nu is hij ook naar boven gevlogen, maar hij maakt hier wel minder herrie. Ben je moe? Als je straks nog wil slapen en het niet afkrijgt voor vandaag of zo, maakt dat niet uit, hè? Als je niet lekker bent, dat je dat weet. Ik wil vragen of je het leuk vond om iets van je huis te laten zien. Want een paar andere kinderen hadden dat ook gedaan. Die vonden dat heel leuk. Maar misschien heb je daar nu geen zin in. Ja, een werkwoord. Wat is een werkwoord? Wat voor soort woord is dat? Dat je iets doet, toch? Bijvoorbeeld lopen of rollen. Dat is een werkwoord. Heel goed. Wat moet er nog meer in een zin staan? Bijvoorbeeld, maak eens een zin met lopen. Nou, wat is de jongen? Een? Ja, supergoed. Dus dat is iemand die wie het doet. Dus een wie-deel. Jij had gezegd dat de beer een vis, dat een goede zin is. Wat mist er in die zin? De beer een vis? Want daar staat alleen maar in wie het doet, hè, en niet wat diegene doet. Nee, maar dan is het alsnog wel een zin. De beer zoekt. Wat doet de beer? Hij zoekt. Ja, wat hij zoekt, dat wil je graag weten, maar dat hoeft niet. Dat is niet nodig. Hij heeft me heel goed gemaakt, de toets. Snel zo opnemen. Oh, ben je net thuis? Hallo. Gezellig. Oh. Niet met de baby. Ik heb een rare mok. Ja. Een soort van een baby.
Ja, dat wil ik ook wel zien. Dat, ik had vroeger zoveel rommel. Kijk hoe netjes ik nu ben, hè? Zie je hoe netjes? We gaan dus, ik heb net even 20 minuten, nee niet 20, 10 minuten buiten gezeten in de gemeenschappelijke tuin. Een soort van. We gaan dus over, ik weet het niet jongens, mijn haar. Moet ik nou weer de bruine masker in of moet ik het licht laten? Volgens mij is het donkerdere echt wel mooier. Weet het gewoon niet. In ieder geval, we gaan dus over 3 minuten de toets maken. Maar ik zag dat 3 kinderen het al gemaakt hadden. Dus ik dacht, hoe kan dat nou? Zie ik dat het dus gewoon wordt voorgelezen. Dat ik deed. Dus dan moet ik even kijken de volgende keer of ik het... Dan hoef ik het eigenlijk niet af te nemen met ze. Kunnen ze het gewoon zelf doen. Jullie zeggen wat jullie leuker vinden. Deze haarkleur. Dus dat is dus mijn eigen kleur. Een soort van lichtbruin. Of het donkerbruin. Want ik vind het maar een beetje een rare kleur. Maar ik vind het leuk omdat je dan wel wat kleurverschil ziet. Maar het is niet echt een mooie kleur. Nou, het is op zich wel prima. Ik weet het niet. Jongens, zet vast je geluid uit. Want sommige kinderen vinden het een beetje vervelend als het zo druk is. Dus doe hem nu vast uit. Dat zou super fijn zijn. Fijn, ik hoor allemaal kinderen hun geluid uitzetten. Super. Ik wil dat jij ook niet meer er doorheen gaat praten. Want ik heb gisteren ook even meegekeken met juf Carla. En er waren een aantal kinderen die echt steeds hun geluid uit gingen zetten. Gingen chatten. Dat is gewoon echt heel vervelend. Het is niet leuk voor de kinderen die hier gewoon heel serieus zitten. Ja, het is ook niet de bedoeling tijdens de toets dat je een ijsje gaat eten. Gisteren frikandellen aan het eten. We gaan een toets maken. Dus als je wat wilt drinken, prima. Maar geen eten. IJsjes. Je kunt vast je toets klaarzetten. Misschien heb je dat al gedaan. Je kunt ze net vast klaarzetten. Je geluid hoeft niet meer aan. Ik herhaal gewoon de woorden 3 keer. En ik zie op mijn scherm of iedereen hem, of het goed gaat bij iedereen. Je gaat naar je snappen toe. Naar je woordendictee. En dan gaan we beginnen. 1a. Oma leest het nieuws in de krant. Schrijf op nieuws. 8a. De vos is een sluw dier. Schrijf op sluw. 9a. We staan te wachten in de kou. Schrijf op kou. Maar even lekker hier naartoe verplaatst. Waiting, kinderen nemen niet op. Laatste gesprek van vandaag. Wat was je aan het doen tijdens de toets? We waren net met de toets bezig en jij liep allemaal dingen te sturen. Allemaal voorleesverhalen. We waren de spellingtoets aan het maken met z'n allen. Oh, nou, je kan hem zelf maken, want Snapchat leest het ook voor. Ga maar eventjes naar je Snapchat les toe. Oké, kijk maar even of het lukt, dan blijf ik nog eventjes aan de telefoon. Oké, succes, doei. Nou, dat was heel rustig. Er waren alleen, blijkbaar las Snapchat de toets ook voor, wist ik niet. Dus we hadden het helemaal niet hoeven doen. 3 kinderen hadden hem daarom al gemaakt en 3 waren er niet. Maar het verliep heel rustig, dus dat is fijn. Ik krijg al namelijk van 3 ouders een berichtje van hoi, mijn kind vindt het echt niet fijn in het groepsgesprek. Toen zei ik van ja, sorry, maar het moet toch wel komen, want dit is wel hoe we gaan werken. Het is logisch dat het de eerste keer wat rumoeriger was, weet je wel. Dus het ging nu al veel beter en het was pas de 2e keer. Dus dat is top. Nu heb ik even 1,5 uur gewoon chillen. Wel werken, maar gewoon even chillen werken. En dan het groeidocument en dat is best wel pittig. Dus even hoofd wat iets meer... Even wat anders doen, zeg maar. Het heet het bellen, is best wel vermoeiend. Je zou misschien denken van niet. Nou, misschien heb je het zelf ook op je werk nu. Ik heb best wel veel energie. Ik ga even een break nog nemen. Net had ik maar 10 minuten pauze. Ik neem nu nog weer eventjes 10 minuutjes. En dan ga ik weer aan de slag. Ik ga trouwens als break bestellingen maken. Want daar heb ik vet veel zin in. Dat is chill aan thuiswerken. Ik kan ervoor kiezen om nu bestellingen te maken. En oké, ik heb nu ook eigenlijk pauze, maar... Stel dat ik nu gewoon geen pauze had, dan kon ik ook nu bestelling maken. En ja, later doorwerken na werktijd, zeg maar. Dus dat vind ik wel leuk. Oké, ik heb alles geprint. Er zijn er vet veel, 20. En ik heb er nog meer binnengekregen. Maar voor nu heb ik er 20. Dan ga ik het even met mijn telefoon doen. Vind ik wat handig. Let's see. Het wordt heel lastig, want het is allemaal sale. En het ligt echt overal. Nou ja, allemaal door elkaar heen. Allemaal laatste items. Wie neemt dan ook een winkel in je slaapkamer? Ik. Oké. Zellig hè, Bolly? Vandaag ben je echt super lief en rustig. Echt heel lief tekenen. Thank you.
zo lekker erin dat ik dan echt door wil. Maar ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 15 of zo gemaakt. Ik heb dit al gedaan. Het was veel te heet in die legging. Dit is serieus echt een leuke look. Niet dat ik er nu leuk uit hoef te zien. Ik ga nu... Wow, het is echt warm. Ineens. Ik ga nu mijn goede document doen en dan ben ik een soort van klaar. Hallo! Ik pak even nog het document erbij hoor. Ik moet nog even... Super fijn dat u er al was. Top. Ik ga hem gewoon helemaal doorlopen. Oké, even kijken. Puur de basisdingen, voornaam. Wat kan ik neerzetten bij de gezinssamenstelling? Dan ga ik nu voorlezen wat ik allemaal heb opgeschreven. Dat is heel veel. Dus als iets niet goed is, dan moet u het maar zeggen. Ik ga dit proeven. Ik heb bij de Jumbo gekocht. Van Oatly, dus haver. Matcha. En daar zit, als je kijkt wat erin zit, dat is een beetje raar altijd. Oatbase. 10% olie. Oh nee, 10% oat. En ook nog rapeseed oil, agave siroop, matcha tea powder. 0,4% en zeezout en algen. En natural flavoring. Serieus. Waarom kan je er niet gewoon echt matcha in doen? Ik snap dat niet. En dat van een merk als Oatly ook echt teleurstellend, want ik vind het best wel een goed merk. Oké, dat is super lekker. Maak een beetje naar wit chocola met een klein beetje matcha. Het is echt wel heel lekker. Je proeft wel matcha, maar wel heel licht. Ik bedoel, het is wel lekker, maar ik denk altijd van... Als ik zoiets zou uitbrengen, zou ik het beter willen doen. Maar het is wel lekker. Eigenlijk is het gewoon heel lekker, want het smaakt naar matcha en het is niet te zoet. Het is eigenlijk wel lekker. Als ik niet naar de ingrediënten had gekeken, had ik het lekker gevonden. Er mocht wel iets meer matcha in, maar het is niet te weinig ofzo. Ik heb dus gisteren een paar buikbeoefeningen zo gedaan met gewichtjes en ik voel het toch wel. Ik merk dus dat ik dan wel wat afval en veel bewegen en fietsen en zo. Maar die krachttraining die zorgt natuurlijk voor dat het dan een beetje strak wordt. Dus dat is mijn eerste dag en ik voel al wat. Dus dat is wel lekker, ook aan mijn rug. Vraag me niet wat ik doe, want ik doe echt maar wat. Dus als je dat wil weten, moet je lekker op YouTube filmpjes opzoeken. Ik ga straks weer lekker fietsen. Ik heb vanochtend een beetje gechilled. Het is nu 11 uur, ik ga douchen en ik ga lekker weer een stukje fietsen en... Ik wil ook vandaag gaan schoonmaken, maar dat doe ik dan aan het eind van de dag. En ik wil ook even dingen gaan uitzoeken zoals deze bak. En dat er onderin eigenlijk ook wat meer bakken, dat het wat netter is ofzo. Ik heb ontdekt dat zodra je troep in je huis hebt, komt het omdat iets niet in een bak ligt. Dat is gewoon zo. En alles wat een plek heeft is netjes, dus ik wil gewoon meer bakjes. Dus ik ga even boven kijken of ik van Komora nog wat bakken kan leeghalen en hiervoor kan gebruiken. Verder heb ik alle kleding van Komora wel netjes geordend, dus ik ga straks ook een aantal tassen eventjes ergens opbergen. Vandaag heb ik... Gember, appel, appelpeersap, aardbei, banaan. Dus wat meer calorierijk, maar dan vult het wat beter. Banaangember is niet per se een lekkere combi, maar kan wel. Ik wil trouwens zo graag deze muur verven, omdat het zo erg er niet uitziet. Maar die kleur bestaat niet meer en ik vind die kleur zo leuk hier. En het wordt toch weer vies, dus ik weet niet zo goed wat ik eraan moet doen. Verder ben ik super lekker bezig. Ik film niet, want ik loop hier echt zo bij. Maar dit is super netjes. Ik moet er nog schoon gaan maken hoor. Maar dat doe ik vanavond. Het is nu al 12 uur. Oh my god, deze jurk is zo leuk. Wauw, ik heb deze dus een paar maanden geleden besteld bij de Weekamp voor echt 18 euro. Toen was het winter. Toen dacht ik, nou die neem ik. En hij is echt geweldig. Leuke lengte ook. Ik vind hem zeg maar, als hij zo is, vind ik dat lelijk. Dan heb je enorme kuiten. Iets langer zo was ook nog leuk geweest. Ik had het of lang of zo. Ik stel er ook altijd wel leuk als je mijn benen ziet. Maar deze is wel echt geweldig zeg. Niet dat ik hem nu aandoe, want ik ga nu gewoon alleen een beetje fietsen. Maar ik vind hem wel echt super leuk. Hij zal wel niet meer te krijgen zijn. Maar hebben jullie tips voor meer van dit soort jurken? Love it. Dan, voorlopig is alles wat je voorbij ziet komen qua kleding allemaal niet van nu hoor. Dus allemaal van vorig jaar of ouder. Het ziet er eigenlijk niet echt heel leuk uit. Omdat hij een beetje te groot is geworden. Maar ja, ik ga toch maar fietsen, maar hij is gewoon te groot. Jammer, hij zit hier, hij is gewoon echt zeker maten groot. Misschien moet ik die maar gaan verkopen. Hij was van de Zara in Antwerpen gekocht. Het is gewoon net niet... Ja, er moet gewoon iets meer figuur in zitten. Het is gewoon net niet mooi, maar het maakt niet uit. Met de riempjes dat leuker zijn, maar het zit minder lekker. Ik ga gewoon alleen maar fietsen, dus... Deze schoenen zijn van Naked. Ik heb maar gewoon even snel wat aangetrokken. Ik voel me een beetje clown. Ik vond het andere toch een beetje te overdreven voor iemand die gewoon zonder make-up de deur uitgaat. En
Maar dit is ook een beetje overdreven. Maar ik doe er een jasje overheen. Als ik dit zie, raak ik echt gemotiveerd om door te gaan met afval. En denk ik echt van, hoe leuk is dit? Hoe leuk staat dit? Maar het is zeg maar van de voorkant leuker dan van de zijkant. Dit is super leuk. Ik vind het alleen een beetje alsof ik sexy probeer te doen. Het doet wel gewoon in mijn ding. Wel leuk hoor. Het is ook te groot dus, maar goed. Ja, en dan doe ik gewoon dit jasje eroverheen. Oké, het verpest echt weer de hele outfit. Ziet er echt niet uit. Maakt niet uit, maar ik vind het gewoon leuk om te kijken of iets leuks staat. Dit staat ook niet, denk ik. Deze Komwai jasjes zijn trouwens wel ideaal hoor, voor dit weer. Echt perfect als jas. Nou, dit is nog beter. Maar het ziet er ook niet uit. Het lijkt net als ik denk dat het leuk staat. Oké. Nou, mega faal. Lekker boeiend. Toch maar weer wat anders. Ja, dit is leuk. Leuker, zeg maar. Nou, heb ik weer dat stomme knoopje. Ja. Ik ben toch vrij, dus ik dacht. Ik loop nog een keer terug naar boven. Dat is leuk. Ik vond namelijk... ja, dit is leuker. Nogmaals, het boeit niet, maar... het is niet echt leuk, zeg maar. Maar wel leuker. Ik was veel te enthousiast. Het is vet koud vandaag. Ik zit er zo bij. Het is echt veel te koud. Ik ga terug. Ik ga me weer omkleden. Oh my god, kan het nog leuker? Ik fiets gewoon. Oh, lammetje. Ik fiets er gewoon doorheen. Hallo. Hi. Lopen jullie hier gewoon los? Wat? Hoe dan? Wow. Die rende helemaal. Wat? Is het normaal? Wow. Normaal fiets ik dus daar. Hallo baby. Jij bent een lieve baby. Hi. Jullie zijn echt super lief. Ik ontdek echt zulke vette vlekken. Normaal fiets ik daar. Daar is de snelweg. En dan heb je hier. Gewoon in de middle of nowhere. Soort van. Oh, eigenlijk ook niet in de middle of nowhere. Maar het lijkt zo. Ineens is een ziek mooie picknicktafel. Wel met poep, maar... gewoon helemaal windstil. Want de wind komt nu vandaar en die dijk is hoger. Hier kan je echt ultimatum lekker chillen gewoon. Super heet hier. Geen wind. Het is hier echt zo. De gevoelstemperatuur is echt 5 graden hoger. En daar lopen weer allemaal dieren. Dus die kunnen denk ik ook hier komen. Heel leuk. Dan hoop ik zo erg niet dat ze hier dan dit allemaal gaan platgooien om hier huizen te gaan bouwen. Waarschijnlijk wel. Ooit. Maar dat vind ik dan zo mooi. Zo'n stukje pure natuur. Oh. Ineens fiets ik naar mijn huis toe en zie ik echt die muiden een hele foyer. Allemaal birds. En ook echt best wel lieve. Die echt niet bang zijn. Heel veel. Nooit geweten. Hi. Heel weinig valkpartietjes. Heel veel gras. Schattig. Ze zijn echt super lief allemaal. Ik zou wel in een wereld willen wonen met vol met dieren. Ik hou echt van dieren. Ik wil jullie wel brood geven, maar dat is super slecht voor jullie, dus ik ga het niet doen. Ik ga zo even dit doen, maar helemaal klaar met het scheren. Nou, het enige wat ik heb kunnen doen is de gellaag eraf kunnen krabben met een mes. Super lelijk. Ik ga het nu maar veilen en lakken ofzo, maar ik krijg het er niet af hoor. Wat een drama dit. Ik ben echt al 20 minuten aan het veilen. Kijk hoe lelijk. Ik krijg het niet weg. Ik heb weer mijn masker erin gedaan, het wordt niet zo donker hoor. Maria Nila en de kleur cacao. Normaal doe ik het gewoon onder de douche, maar nu heb ik echt even mijn haar goed handdoek droog gemaakt en laat ik het even 10 minuten zitten. Want ik denk dat ik bruin leuker vind dan dat soort van rare kleurtje. Goedemorgen, ik ben de hele ochtend aan het schoonmaken aan het houden. En nu ga ik naar mijn werk fietsen en lekker in mijn eentje gewoon chillen op een kleedje en borrelen. En genieten van het leven. In dit blue shirtje van Komwai weer. Oud. Like it was yesterday.
You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Jongens, het is inmiddels, ik voel me echt een omaatje met dit tasje. Boodschapjes van de buurt supermarkt, super grappig. Maar hallo jongens, het is inmiddels al maandag. Ik heb dit weekend echt niks bijzonders gedaan, ook niet gefilmd. Ik dacht, ik ga gewoon even niet mijn weekend filmen, want niet echt behoefte aan. Ik was alleen maar aan het fietsen in de zon en in de zon aan het chillen. Nu ga ik de weekvlog afsluiten en morgen ga ik weer verder vloggen. Vandaag ben ik een beetje moe, maar het gaat alsnog nog steeds super goed met me. Ik weet niet waarom ik zo moe ben. Maar dat kan gebeuren. Ik zie jullie volgende week vlog weer. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram. @charlotteblitzbloem_. Want ik ben dus al mijn volgers kwijt. Gelukkig wel een derde terug. Ik ga nu even hier de ramen lekker openzetten. Bolly zit in de kooi om even wat zuurstof in huis te krijgen. En dan zie ik jullie weer op Instagram. Of volgende week. Doei!